Circulaire economie is misschien iets wat u vaker nu heeft gehoord, als op de economische pagina van de krant. Maar dit is iets wat inheemse mensen al eeuwen doen. Ondanks dat inheemse mensen maar 5% van de wereldbevolking bedragen, beschermen zij 80% van onze biodiversiteit. Zij beschermen de bossen voor degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Zoals de vogels, de dieren, de vissen en de bomen. Dit is niet heel gek als je kijkt naar de relatie tussen mens en natuur die bestaat in vele inheemse gemeenschappen over de hele wereld. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we niet spreken van een relatie, maar eerder van een diep verbonden onderdeel van hetzelfde geheel. We hebben namelijk wel ook de neiging om inheemse volkeren te zien als bosbeschermers, door wat ik eerder zei over de biodiversiteit. Maar dat is een heel eenzijdige weergave. Omdat inheemse wijsheid het geheim heeft om de menselijke cognitie te redden. Daarom is het voor ons belangrijk om hier ook in het Westen bezig te zijn met wat die wijsheid inhoudt. Wat is nou het begrip van het leven wat we leiden? Inheemse wijsheid kijkt naar hoe we verder beter samen kunnen komen en samen kunnen leven. Niet alleen met elkaar als mensen of gemeenschap, maar ook met de natuur om ons heen. Want zoals ze zeggen in inheemse talen, als je met de dieren praat, zullen ze met je praten en zul je elkaar leren kennen. Als je niet met ze praat, zul je ze niet leren kennen en wat je niet weet, zul je vrezen. En wat men vreest, vernietigt men. Als jullie het nieuws hebben gevolgd de afgelopen jaren over het klimaat, zul je zien dat veel natuur en dieren worden vernietigd. In inheemse wijsheid wordt heel erg benadrukt dat het niet de mensen zijn die het web van het leven hebben geweven, maar dat we alleen maar een draad zijn in dit web. Dus wat we dit web aandoen, doen we ook onszelf aan, omdat alles met elkaar verbonden is. Kijkend naar inheemse wijsheid, vooral gerelateerd aan het klimaat, kan ik toch echt wel bevestigen dat eerder behaalde resultaten zeker garantie bieden voor de toekomst. Want vandaag wordt wederom bevestigd, keer op keer door wetenschappelijk onderzoek, wat inheemse mensen al eeuwen zeggen. Namelijk dat we niet losstaan van de natuur. Als we kijken bijvoorbeeld naar de grammatica van de Potawatomi-taal, behandelt het veel meer objecten alsof ze levend zijn dan in het Engels of in het Nederlands. Hoe zouden we anders kijken naar dingen als we beseffen dat die ook leven samen met ons en niet iets zijn wat van ons zou kunnen zijn überhaupt als bezit of iets wat we kunnen exploiteren? In de westerse traditie is er een erkende hiërarchie van wezens met natuurlijk de mens bovenaan. Het toppunt van de evolutie, de lieveling van de schepping. En de planten en de dieren staan hierin onderaan. Maar in de inheemse kennis worden mensen vaak de jongere broers van de schepping genoemd. En zeggen we dat mensen de minste ervaring hebben met hoe te leven en dus het meest om te leren. We moeten voor begeleiding dus kijken naar de leraren onder de andere soorten. Want hun wijsheid blijkt uit de manier waarop zij leven. Zij hebben al veel langer de tijd gehad om te kijken hoe alles nou in elkaar steekt. De planten, de dieren of zelfs dieren die er niet meer zijn, zoals dinosaurussen. En dit perspectief kan ons helpen in het omgaan met veel van onze huidige klimaatgerelateerde problematiek en ons andere wegen tonen om te bewandelen. De scheiding van mens en natuur in het westers denken heeft de westerse mens dus het idee van oppermacht gegeven. Dat we de natuur en al haar wezens kunnen omzetten naar onze eigen hand. Dat we die constant kunnen en mogen beïnvloeden zonder dat dit morele consequenties heeft voor ons. In de inheemse ideologie staat, zoals ik dus al eerder zei, niks los van elkaar. En ook in veel inheemse Amerikaanse talen betekent bijvoorbeeld het woord plant, zij die voor ons zorgen. Want elk persoon, mens of niet, is hierin aan elkaar verbonden in een wederkerige relatie. Net zoals alle wezens een plicht jegens ons hebben, hebben wij ook een plicht jegens hen. Als een dier zijn leven geeft om ons te voeden, zijn wij verplicht om het leven van dit dier te onderhouden op een goede manier. Niet zoals die megastallen die we zien in Nederland. Een geschenk van zuiver water is ook iets wat we terug kunnen geven, als we nu kijken naar het probleem van droogte. Een integraal onderdeel van de opvoeding van een mens zou moeten zijn om die plichten te kennen en ook uit te voeren. Inheemse mensen leven al eeuwen op een circulaire manier, op het gebied van jacht, landbouw en goederenproductie. Circulaire economie is misschien iets wat u vaker nu heeft gehoord, als op de economische pagina van de krant of in een coole video waar ook Bitcoin wordt genoemd. Maar dit is iets wat inheemse mensen al eeuwen doen en als vanzelfsprekend zien.
Het gaat uit van de ideologie dat je jezelf voor moet stellen aan de wereld waarin je leeft. Je bent verantwoordelijk voor hoe je leeft, want je komt om leven vragen. Je vraagt toestemming als je iets neemt. En je houdt je aan het antwoord, ook als dat nee is. Je neemt nooit het eerste en nooit het laatste, maar je neemt alleen wat je nodig hebt en alleen wat aan jou wordt gegeven. Je neemt het dus niet zomaar. Je neemt ook nooit meer dan de helft en laat wat over voor anderen. Gebruik het met respect en oogst op een manier die schade minimaliseert en verspil nooit wat je hebt genomen. Deel en wees ook dankbaar voor wat je dan is gegeven door de natuur. En geef ook een geschenk terug in wederkerigheid voor wat je hebt genomen. Deze ideeën van circulariteit zijn in het Westen omgevormd tot een kapitalistisch afgietsel van dit traditionele concept. Die circulaire kennis die al bestaat, wordt op deze manier gemanipuleerd. Met lineair denken vertrouwen we in het Westen op de logica en instellingen en denken dat dat onszelf en anderen zal beschermen. Maar het is eigenlijk het circulaire denken wat voortkomt uit de aarde en het universum, wat ons allemaal verbindt en ons veilig stelt. Maar hoe word je dan een onderdeel van de natuur als je dat bent verleerd? Een onderdeel van de natuur worden in de inheemse wijsheid betekent dat je leeft op een plek alsof dit daadwerkelijk het land is wat je voedt. En dit de stromen zijn waaruit je drinkt, die jouw lichaam opbouwen en je geest voelen. Je bent onderdeel van de natuur omdat je beseft dat je voorouders in deze grond liggen, die hun kennis en wijsheid hebben doorgegeven in een lijn. Hierdoor geef je je giften en neem je je verantwoordelijkheid, omdat, nogmaals, je onderdeel bent van alles om je heen en daar niet los van staat. Moderne kapitalistische samenlevingen daarentegen, hoe rijk ook bedeeld, ook in Nederland, wijden zich aan het voorstel van schaarste. Ontoereikendheid van economische middelen is het eerste principe van de rijkste volken ter wereld. Het tekort is niet te wijten aan hoeveel materiële rijkdom er werkelijk is, maar aan de manier waarop het wordt uitgewisseld of verspreid. En dit marktsysteem creëert, kunstmatig, schaarste door de stroom tussen bron en consument te blokkeren. Is het niet bizar dat graan kan rotten in het magazijn terwijl hongerige mensen verhongeren omdat ze het gewoon niet kunnen betalen? Iets wat we nu ook zien met de kosten van leven die omhoog gaan. Het resultaat hiervan is hongersnood voor sommigen en ziekte van overmaat voor anderen. Terwijl de aarde ons in stand houdt, zijn we die aan het vernietigen. En dit onrecht moet toch wat meer worden aangewakkerd. Inheemse mensen denken dan ook dat een economie die bedrijven persoonlijkheid geeft, meer ontzegt dan dat het geeft. Om te concluderen wil ik u nog meegeven dat inheemse wijsheid gaat over de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Met generaties collectieve kennis van het land, de zee en de lucht. Hiermee verdiept inheemse wijsheid vaak het begrip over wat klimaatverandering betekent voor het levensonderhoud, culturen en manieren van leven. En wil ik benadrukken dat zolang 50% van de wereldbevolking wordt onderdrukt en niet wordt toegestaan om hun volledige potentieel te uiten, er geen oplossingen zullen zijn. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor dingen als wereldvrede of ongelijkheid. Als we deze hele context willen veranderen, moeten we alle leden van onze menselijke familie universeel onderwijs geven in de manieren van de inheemse wijsheid. Dank u wel.